172.000 euro, dat heeft een Amerikaanse stichting veil voor wetenschappelijk onderzoek naar de restauratie van het Lam Gods. Dat is mooi meegenomen natuurlijk voor het Lam Gods en mediageniek gezien is het een opsteker voor de Amerikanen. Maar het project roept in Vlaanderen ook gemengde gevoelens op, want er zijn hier nog veel andere pareltjes die dringend onder handen moeten worden genomen. En we hebben hier ook de Vlaamse specialisten die prima werk kunnen leveren. Guy de Trooyer. Dit is een 17e-eeuws werk van Lodewijk de Deister. Het is een zeer waardevol schilderij, maar het is helaas niet het Lam Gods. Dus mag het wegrotten. Indien dit schilderij bijvoorbeeld in een kerk zou hangen in Amerika, dan zou dit nooit, nooit zo ver komen. De verf is zeer broos, het doek is rot. Het zou me niet verwonderen dat er op een of andere dag een hele lap gewoon op de grond valt. Dit schilderij is geschilderd een kleine 100 jaar nadat Jan van Eyck zijn triptiek schilderde. Het is ook een triptiek, ook op een eikendrager. Het is wel minder goed bewaard. Het hangt in een kerk die minder bekend is, in Denderwindeke. En het heeft ook al meer meegemaakt. Die triptiek is in heel slechte staat binnengekomen. En ik was daar wel heel kwaad voor, omdat ze zo weinig aandacht besteed hebben aan het bewaren van dit toch wel uniek stuk. Het is toch geschilderd door Otto Venius, het is de leermeester van Rubens. Het is kwalitatief ook een heel goed werk die echt kan mooi gerestaureerd worden. Maar helaas, als er geen budgetten zijn voor een röntgenonderzoek, infraroodonderzoek, een grondig wetenschappelijk onderzoek, als er daarvoor geen budgetten zijn, wij kunnen dat niet uit onze eigen zak houden. Wij kregen ongeveer 8000 euro voor die volledige triptiek te restaureren. Het Lam Gods krijgt 172.000 euro voor de triptiek te restaureren, maar het is voor het onderzoek, het is niet voor de restauratie. Het Lam Gods kunnen wij ook op die manier behandelen. Helaas, men betrekt er ons niet veel te weinig bij. 50 jaar geleden hadden de Belgische restaurateurs een internationaal zeer hoge reputatie. Men kwam vanuit buitenlandse musea werken brengen naar Brussel, naar restaurateurs hier in Vlaanderen, omdat ze zo goed waren. Nu komt men niet meer, omdat er daar gewoonweg niet over gesproken wordt. Dus blijkbaar vindt men het in het buitenland, weet men niet dat er hier zoveel talent zit en zoveel vakken is en zoveel mensen die het kunnen. Het is ongelooflijk dat een schilderij zoals deze 500 jaar aan de muur hangt en dat niemand weet dat aan de rugzijde ook een beschildering is. Het is wel zwaar. Oh, hij moet nog hinder. Hij moet nog hinder. Hey. Hij moet naar daar. Ja, maar ik kan niet. Ja, oké, sorry. Hè. Zo. Dergelijk tafereel, de blijde boodschap, bestaat ook in een van de zijluiken bij de triptiek van Jan van Eyck, het Lam Gods. Maar daar is het zo dat het heel goed geconserveerd is en ook altijd zeer goed is gerestaureerd met de jaren. Hier is het verwaarloosd geweest. De verf valt eraf, het paneel barst. Als men niet dringend ingrijpt, ja, dan gaat het schilderij gewoon maar helemaal kapot. Hier zie je ook aantasting van houtworm daar in het kader. Als wij de 172.000 euro van het Lam Gods krijgen, dan kunnen we de volledige, alle schilderijen restaureren in de kerk van bijvoorbeeld Werfik, die er al meer dan 100 jaar hangen. En die al in 100 jaar niet gerestaureerd zijn. In het buitenland zou men dit nooit zo ver laten komen. Want men heeft daar niet zoveel als in België. In België heeft men heel veel kunstschatten, maar men vergeet soms ook wel de kleinere meesters, die ook heel belangrijk zijn en die eigenlijk ook wel dringend een conservatiebeurt op zijn minst moeten krijgen.
Er zijn minder en minder van dergelijke staties, kruiswegstaties op paneel, nog te vinden in de kerken. De meeste zijn kapot gegaan. En ze verdwenen gewoon weg. En na verloop van tijd zal dit er niet meer zijn.